Goedemorgen allemaal. Ik zie dat we zo'n beetje 75 bezoekers hebben in ons webinar. Van harte welkom bij dit webinar over emissieloos werken. Om mij heen zien jullie vier gezichten. Die gaan we straks allemaal rustig voorstellen. Maar dat zijn de sprekers, de besprekers van het onderwerp emissieloos werken van vanochtend. Mijn naam is Marco Hofman. Ik vertegenwoordig in dit gesprek de Bouwcampus en het platform BOW. Platform BOW natuurlijk heel erg bekend voor jullie allemaal. Altijd paraat om nieuwe onderwerpen, boeiende onderwerpen te presenteren, te bespreken, bespreekbaar te maken. En binnenkort neem ik aan toch ook weer om hele boeiende meetings te organiseren. Dus houd de mailings allemaal goed in de gaten. Het is en blijft een geweldig interessant platform om kennis over te dragen aan elkaar en met elkaar in gesprek te zijn. De Bouwcampus kennen jullie vast en zeker ook allemaal wel. De Bouwcampus wil transities aanjagen, staat ook altijd vooraan als het gaat om grote onderwerpen, grote nieuwe onderwerpen, de grote transities waar we voor staan. En brengt daarbij vooral opdrachtgevers, marktpartijen, kennisinstituten in die driehoek bij elkaar om samen verder te komen. Nou, dat is voor nu wel genoeg over het platform en over de Bouwcampus. Ik ga even jullie mee terugnemen naar 3 december. 3 december hadden we een webinar in dezezelfde samenstelling over emissieloos bouwen. Edwin Lokkerbol, Dick de Weger en Henk-Jan van Meer waren toen de gasten. En die drie hebben toen met elkaar gesproken over emissieloos bouwen, emissieloze bouwplaats, dat onderwerp. Dat is eigenlijk een introductie geweest. Vandaag gaan we daarop verder. Opnieuw met Dick en Edwin, maar nu ook met Jan en Liewe, die vanuit respectievelijk het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ballast Nedam zullen toelichten hoe zij met deze ontwikkeling omgaan. Ik denk dat we van start kunnen gaan. En dat gaan we in gesprek met Edwin en Dick. En ik denk, Rianne, dat Liewe en Jan even uit beeld kunnen, want die gaan we over een kwartiertje, 20 minuutjes helemaal uitgebreid bevragen. We gaan nu even focussen op Edwin en Dick. Edwin is programmamaker tussen publiek en privaat, gericht op duurzaamheid en innovatie, staat op zijn LinkedIn. Hij is ook mijn collega bij de Bouwcampus een hele tijd geweest. Hij is ook oud-directeur van de Waterbouwers. En ik woon in Gouda, hij gaat voor de gemeente Gouda de komende tijd iets doen met bodemdaling en zo. Edwin is kortom een man van vele kwaliteiten en vele onderwerpen. En bij de Bouwcampus is hij bezig geweest met emissieloos bouwen, met de gemeente Den Haag en dergelijke. En daar gaan we op door. Straks met Edwin. Dick de Weger werkt voor Rijkswaterstaat en hij is daar programmamanager van het transitiepad bouwplaats en bouwlogistiek. Daar gaan we straks ook nog veel meer over horen. Dus heren, van harte welkom. Jullie hebben de vorige keer op 3 december geholpen om de aanwezigen een introductie te geven op het onderwerp emissieloos bouwen, emissieloze bouwplaats. Nuanceringen van de ontwikkeling emissieloos, waar hebben we het dan eigenlijk over? Eigenlijk aan beide, maar gewoon de vraag, wat is er sinds 3 december gebeurd? Want we hebben toen het onderwerp gepositioneerd en jullie gaven toen al aan, er gebeurt ontzettend veel. Wat is er sindsdien gebeurd? Ja, er is inderdaad sindsdien ontzettend veel gebeurd, Marco. Dat zijn bijeenkomsten geweest. We hebben een aantal bijeenkomsten gehouden rond de transitiepaden van de strategie klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. En daar zijn verdiepingssessies uit voortgevloeid. En we hebben een enquête uitgezet bij partijen die belangstelling hebben getoond. We hebben interviews gehouden met allerlei partijen. En dat allemaal in het kader van het opstellen van de roadmap bouwplaats en bouwlogistiek, zoals we ook voor de andere transitiepaden van KCI een roadmap aan het opstellen zijn. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, dat is dat je, als je een beetje uitzoomt, zou kunnen stellen dat we hebben te maken met twee trajecten. Hè? Met enerzijds de strategie klimaatneutrale en circulaire infraprojecten.
En anderzijds het traject schoon en emissieloos bouwen. En ik vind dat we de afgelopen maanden erin geslaagd zijn om die trajecten steeds beter met elkaar te integreren en te laten samenwerken. En dat betekent dus dat die roadmaps die onder die beide trajecten worden ontwikkeld, dat die steeds meer samenvloeien, zou je kunnen zeggen. En dat we werken aan een gemeenschappelijke aanpak daarvoor, gemeenschappelijke formats, dat we de data uitwisselen. En dat doen we niet alleen binnen de overheid, maar daarbij betrekken we ook de marktpartijen op een steeds intensievere manier. En we hebben de stap gezet naar het nadrukkelijk betrekken van de decentrale overheden. Door middel van de uitvoeringsagenda die vanuit de strategie KCI is opgesteld, waar Dirk Schenning van het ministerie van INW een belangrijke rol in heeft gehad. En daar heeft hij dus de samenwerking in feite gestalte gegeven met IPO, met VNG en met Unie van Waterschappen. Waardoor die bestuurslagen, zou je kunnen zeggen, nu ook aangehaakt zijn bij die trajecten KCI en CEP. Merken mensen op de werkvloer dat al, Dick? Ik werk voor een provincie. Wanneer ga ik daar iets van merken? Ja, als ik bijvoorbeeld de discussies volg in bijvoorbeeld de netwerken rondom de Green Deal Duurzaam GWW, waar ook heel veel van die decentrale overheden in vertegenwoordigd zijn, dan krijg ik toch ook daar de indruk dat men zich steeds meer bewust wordt van het belang van deze trajecten. En van het feit dat we daar als BV Nederland in zijn totaliteit mee aan de slag moeten. En dat het dus niet zo kan zijn dat het iets is van het Rijk alleen, maar dat we die decentrale overheden daarbij nodig hebben en ook de marktpartijen daarbij nodig hebben. En dan niet alleen de bouwbedrijven of de ingenieursbureaus, maar ook de producenten bijvoorbeeld, fabrikanten en leveranciers zijn ook heel belangrijk, maar daar kan Edwin nog veel meer over vertellen. Dus ik zie die olievlek, die zie ik zich steeds verder uitbreiden. Okay. Dankjewel. We komen daar straks zeker nog eens heel uitgebreid op terug, van wat er nu nog moet gaan gebeuren. Edwin, wat is er gebeurd sinds 3 december? Nou, ik heb de aantekeningen er nog eens bijgepakt. En in december zag je ook van waar kan ik welke informatie vinden? Ik moet een rotonde aanbesteden. Wat kan er emissieloos, wat kan er emissiearm? Ik denk dat we erin slagen om steeds vaker antwoorden ook op die vragen te geven. Het is nog wel even zoeken naar al die informatie, maar we merken heel erg, en dan heb ik het over we, en dat is publiek en privaat, dat we samen optrekken om te kijken hoe we die informatie kunnen ontsluiten. Dus ik denk dat we in ons denken en doen echt al een fors half jaar verder zijn. In die periode wisten we nog niet of wanneer welk emissieloos materiaal op de markt kwam. En we slagen er steeds beter in om gewoon via linkjes aan te kunnen geven waar mensen informatie vandaan kunnen halen. Zelf vind ik het altijd leuk om letterlijk tussen publiek en privaat in te werken. En je merkt nu ook dat met emissieloos netwerk infra, de groene koers, er ook aan de private kant heel veel initiatieven zijn om. En dat is de hamvraag. Hè? Het is echt een hele grote transitie die nu wel eens wat wordt onderschat. Hoe we dat seriematig produceren van zwaarder emissieloos materieel echt een impuls kunnen geven. Ik zat van de week een stukje te typen. Kijk, in dit mooie land, de eerste constructies die we maakten, publiek en privaat zou je haast kunnen zeggen, waren hunebedden, kwam ik achter. Dat is 5000 jaar geleden. Nou, dus waar de eerste samenwerkingen tussen publiek en privaat, die dateren uit de 13e eeuw. We hebben 5000 jaar lang met paarden gewerkt. En 100 jaar lang hebben we met auto's en fossiele verbrandingsmotoren gewerkt. En opeens moeten we in 15 jaar richting emissieloos. Nou, dat zijn echt hele grote transities. En wat ik zelf belangrijk vind, is dat we op zoek gaan naar perspectief. Dus hoe kunnen we dit nu zo doen? Want zo'n transitie in het begin is vreemd. Hoe zit het met energie op de bouwplaats? Hoe krijg ik een kabel bijvoorbeeld naar een bouwlocatie toe? En wat is de rol van het waterschap daarbij? Of wat is de rol van de provincie Noord-Holland daarbij? En kan het netwerkbedrijf dat wel leveren? Maar op een gegeven moment is er dan een emissieloze machine te leveren van 20 ton met rupsbanden. Hoe lang doen die batterijen het? En wat ik nu leuk vind aan deze tijd en wat wij nu samen doen, is dat je vroeger, misschien wel 6 jaar geleden, zag dat het ene vraagstuk heel erg door het waterschap behandeld werd. En ja, dat moet de aannemer maar doen. En dat vragen we wel uit. Je zag ook bij sommige marktpartijen, ander materieel, zet het maar in de aanbesteding.
Dus dat klassieke opdrachtgevers-opdrachtnemersgedrag is echt aan het verdwijnen doordat je iedereen beseft dat je dit samen op moet pakken. En het is niet meer de vraag ook, en dat beseffen, en ook, ik ben blij ook met de praktijkverhalen zo van Liewe en ook van Jan, dat je ook anders en eerder met elkaar moet gaan praten om te zorgen dat deze transitie tot echt op gang komt. Het is niet maar even, iets. Ik ga je even onderbreken, want ik ken je inmiddels een beetje. We hebben een hele agenda, die handel jij gewoon in één keer af, dat weet ik. Ik wil even van jou weten, je noemde net ENI en de groene koers. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, het leuke is dat in de aanbesteding de Sterke Lekdijk, HDSR, het waterschap, eigenlijk al 1,5-2 jaar geleden heeft gevraagd aan de markt. Als ik een dijkversterking van 55 kilometer wil uitvoeren in 2026, kan dat emissieloos? Ja, en dat is een gaaf vraagstuk. En toen zeiden ze ook van, joh, de beste marktpartijen, we beseffen dat je niet alles weet. Dus zullen we nu eens in de aanbesteding, hè, want aanbesteden is risico's uitsluiten. Wij snappen dat wij mee moeten denken over die risico's. Dat is er gebeurd. En toen hebben drie marktpartijen ook gezegd van, joh, gaaf, maar we gaan tegen zulke vraagstukken aanlopen. Welke machines kunnen er geleverd worden? Laten we daar een eigen netwerk van maken. Dus daar is Emissieloos Netwerk Infra uitgekomen van nu 36 partijen uit de private sector die samenwerken aan de seriematige ontwikkeling van emissieloos materieel. Dus wat je nu ziet, private initiatieven, maar die zijn het gevolg van inspirerend aanbestedingsbeleid van de overheid. Dat zit, als je mij nu vraagt, wat is de grootste ontwikkeling die je ziet, dan is dat een van de grootste ontwikkelingen. Terecht dat je me afkapt, Marco, maar laten we dat op fanatisme houden en enthousiasme, maar goed dat je dat doet. Wat ik ook echt wil benadrukken, is dat het niet alleen maar gaat om werken van 2 tot 300 miljoen. In Brabant zie je initiatieven, in Flevoland zie je initiatieven, in jouw regio, Noord-Holland, zie je initiatieven waarbij vroegtijdig ondernemers betrokken worden. En ook tegen MKB-ondernemers wordt gezegd door gemeenten en door de provincie, joh, ik snap dat jij dat wat duurdere materiaal nog niet kan aanschaffen, maar wat kan je de komende 3 jaar emissiearm doen? En hoe kunnen we samen die emissies reduceren? Dat zie ik ontstaan en dat vind ik de grootste winst van de afgelopen jaar. Mooi. We gaan daar zo uitgebreid op inzoomen in uitdagingen en in wat er allemaal aan spannende dingen aan het gebeuren is. Maar ik wil nog even weer terug naar misschien toch dat hogere abstractieniveau, Dick. IMW heeft een hele grote opdracht in de markt gezet waar het Thijs de Gudde mee aan de slag is. Jij bent daar ook bij betrokken, weet ik. Kun je daar iets over vertellen? En wat is die verbinding tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen? Maar wat gebeurt daar en wat kunnen we daarvan verwachten? En ik noemde al die ontwikkeling van de roadmap bouwplaats en bouwlogistiek. We hebben bij Rijkswaterstaat nog een ander transitiepad dat ook heel erg energiegedreven is. Dat is kustlijnzorg en vaarwelonderhoud. Wat in feite ook gaat om de vraag hoe kunnen we zorgen dat die emissies bij baggeren en andere natte werkzaamheden zoveel mogelijk naar beneden worden bijgesteld. Wat natuurlijk hele eigen vragen met zich meebrengt, omdat je energievoorziening midden op zee een totaal andere is dan aan het land. Die beide transitiepaden, die stellen een roadmap op. En die roadmap die vormt eigenlijk direct de input voor de routekaart, de overkoepelende routekaart, schoon en emissieloos bouwen. En schoon en emissieloos bouwen omvat niet alleen de activiteiten op het gebied van emissieloos materieel in de GWW-sector, maar gaat ook over de BNU, hè? Dus dat omvat ook de woningbouw en de utiliteitsbouw. Dus dat is een gemeenschappelijk initiatief van IMW en van BZK. En energie, EZK zit daar ook in. De aanleg van energiefaciliteiten is ook een activiteit waar heel veel materieel bij nodig is, ook op exotische plekken vaak. Dus daar zitten we met vergelijkbare vraagstukken. En die routekaart SEP, die vormt in feite de onderlegger voor het hele pakket aan maatregelen dat door het kabinet is samengesteld om ervoor te zorgen dat de inzet van emissieloos materiaal wordt gestimuleerd. Vanuit de primaire doelstelling om de stikstofemissies naar beneden te brengen, maar met natuurlijk automatisch de bijvangst, of als secundaire doelstelling moet je misschien zeggen, dat ook daarmee de broeikasgasemissies naar beneden gaan. Zeker als we overschakelen op elektrisch.
En dan is er nog een derde dossier, dat is het Schone Luchtakkoord. Dus ook de gezondheid in binnenstedelijke omgeving, die profiteert hiervan. En de mooie bijeffecten van elektrisch materieel inzetten in bebouwde omgeving, is dat je ook de hinder daar aanmerkelijk kunt terugdringen. Omdat het geluidsarm is. Het gaat misschien ook wel sneller. Je kunt langer doorwerken, dus je doorlooptijd wordt korter. Dus de totale hinder wordt ook minder. Dus SEP omvat een routekaart, maar het omvat ook een financieel pakket. Er is door het kabinet 1 miljard aangekondigd om de inzet van de misloos materieel de komende 10 jaar te stimuleren. Daarvan is de eerste 500 miljoen inmiddels vrijgemaakt. En die wordt in de vorm van een subsidieregeling aan de markt beschikbaar gesteld, waar dus alle aannemers en andere partijen gebruik van kunnen maken bij de aanschaf van emissieloos materieel. Dan kunnen ze de helft van de meerkosten dekken op die manier. Die subsidieregeling is al operationeel? Die regeling die wordt op dit moment ontwikkeld en die wordt waarschijnlijk eind dit jaar van kracht. Het is wel een heel traject waar je doorheen moet voordat je dat allemaal netjes hebt afgekaart natuurlijk. Maar eind dit jaar is nu de planning dat die regeling van kracht wordt. En daarnaast is er een potje voor innovaties. En er is nog een pot geld die weggezet gaat worden via de aanbesteding. Dus ik zeg altijd, de resterende tekorten die de aannemers dan nog hebben, kunnen ze dan weer terugverdienen door met emissieloos materieel in te schrijven op een aanbieding. En de aanbestedende diensten Rijkswaterstaat en ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf hebben dus geld beschikbaar om bij te plussen bij de projectbudgetten, om op die manier de markt ook te ondersteunen. Ja. Dankjewel. Je hebt al even een kleine sidestep. We praten veel over GWW, over de infrakant. Maar Edwin, jij hebt ook in die BNU en woningbouw het afgelopen jaar wat gedaan. Kun je daar heel kort iets over zeggen? Loopt dat voor? Loopt dat achter? Loopt dat parallel? Hoe moet ik dat zien? Je zou kunnen zeggen dat het parallel loopt. Kijk, het grootste probleem waar we mee te maken hebben als het gaat om woningbouw, is dat een gedeelte van onze bouwopgave niet uitgevoerd kan worden. En dat heeft met stikstof te maken. Het dossier is te complex om maar even daarop in te gaan. Veel mensen weten misschien ook wel dat richting 1.7 de bouwsector in de aanlegfase hoopt ook tot een partiële vrijstelling te komen. Waardoor er rond de bouwplaats in ieder geval iets meer stikstof geproduceerd kan worden. Waarbij wel bouwers, dus wij, hè, onze gemeenschap moeten gaan aangeven dat we er alles aan doen om die stikstof ook radicaal te reduceren. Dus ook aan de bouwkant, aan de woningbouwkant, zie je dat de noodzaak om emissiearm en emissieloos te gaan werken echt aanwezig is. Een groot gedeelte van alles wat je ziet, hè, of 1 miljoen woningen nodig, grote renovatieopgaven, is direct gerelateerd aan emissies, aan stikstof. En de effecten daarvan van stikstof op Natura 2000 gebieden, die zijn evident, die liggen er gewoon. Ik zelf woon in Den Haag naast de duinen en je ziet die duinen ook verschralen. Ik wil één ding, dat heeft een ecoloog van de gemeente Den Haag ook gezegd, toen het ging over de bouwopgave in relatie tot woningbouw. Die zei, we doen net ook of natuurorganisaties en ecologen tegen bouwen zijn, dat is flauwekul. We zijn alleen tegen de huidige manier van bouwen en het gebruik van machines die te vervuilend zijn. Nou, dat vond ik een mooie inspirerende opgave. Hij zei zelf, hij werkte voor de gemeente Den Haag, als dat betekent dat wij als opdrachtgever 10 generatoren moeten kopen met een stekker, misschien moeten we dat doen als we daarmee ook een impuls geven aan activiteiten waar die emissies ook radicaal kunnen dalen. Dus dat zie je heel erg ontstaan. Dat ook in de woningbouwopgave, ook commerciële partijen en ook gemeenten die verantwoordelijk zijn voor gronduitgifte, vroegtijdig meedenken van, joh, kunnen we dat grondverzet anders indelen? Kunnen we op dat grondverzet al met commerciële partijen zorgen dat daar materieel wordt ingezet dat emissiearm of emissieloos is? Juist ook om te kunnen zorgen dat we kunnen bouwen. Dus terugkomend op jouw vraag, wat gebeurt daar? Dezelfde ontwikkeling als in de GWW. Maar gezien de woningbouwopgave is stikstof echt een ongekend probleem. Dankjewel. Dat geeft me ook gelijk even de gelegenheid om de eerste vraag uit de Q&A aan jullie beiden te stellen. Dan wordt gevraagd van, wat is het potentieel van maatregelen anders dan elektrisch materieel? Want Dick, jij geeft aan een grote subsidieregeling voor elektrisch materieel. Fantastisch. Edwin geeft aan elektrisch materieel ook in de woningbouw.
Wat kunnen we nog meer doen? Ik weet dat we in dit gesprek heel veel zullen focussen op dat elektrische materieel, maar toch, wat kan je daarnaast doen? Ja, om te beginnen moet ik dat, goed om dat nog even te benadrukken, die subsidieregeling is niet alleen voor elektrisch materieel, maar voor emissieloos en emissiearm materieel. Dus er mogen ook ontwikkelingen anders dan batterijen elektrisch of zo gefinancierd worden. Je hebt natuurlijk een aantal varianten. Hè? Er wordt vaak gezegd, ja, en waterstof dan? Ik denk dan, ja, oké, waterstof is ook een vorm van elektrisch, alleen met een andere energiedrager. En je stopt waterstof in een brandstofcel en daar wordt stroom gemaakt. En dan heb je weer elektrische aandrijving. En verder heb je natuurlijk nog de biobrandstoffen. Die in ieder geval de CO2-emissies aanmerkelijk kunnen reduceren. Met de inzet van biobrandstoffen blijf je gebruik maken van verbrandingsmotoren. En je kunt natuurlijk hele mooie nabehandelingssystemen installeren. Maar je zult altijd een restemissie overhouden waar je eigenlijk toch vanaf wilt. Dus ik denk dat biobrandstoffen, voor ons is dat een tussenoplossing. Dat is zeker op de korte termijn, zolang de beschikbaarheid van echt elektrisch materieel, echt emissieloos materieel, nog onvoldoende is. Zolang de fabrikanten daar nog onvoldoende in kunnen voorzien. Kunnen we biobrandstoffen heel mooi gebruiken als tussenoplossing. Maar ik denk dat we op termijn toch wel echt naar in ieder geval naar emissieloos toe willen. En ik verwacht dat toch in het grootste deel, voor het grootste deel wel elektrisch gaat worden. Maar is er dan ook nog zoiets als, in de taal van circulariteit staat bovenaan, staat refuse, gewoon niet doen. Is er ook nog een ontwikkeling zichtbaar waar je gewoon vermijdt om materieel überhaupt in te moeten zetten? Ja, je kunt natuurlijk door slim te ontwerpen en door je bouwprocessen slim te organiseren, kun je het aantal transportbewegingen beperken. En dat helpt natuurlijk ook al. Ik zeg altijd, inderdaad altijd, de duurzaamste oplossing is, doe het niet. Hè? Dus als er ergens een weg moet worden aangelegd, dan moet je eerst toch eerst de vraag stellen van, hebben die weg wel echt nodig? Of hebben die brug wel echt nodig? Daar begint het natuurlijk allemaal mee. Ja. Maar dat is vaak al een gepasseerd station. Hè? We willen met z'n allen een bepaald welvaartsniveau handhaven. En daar heb je bepaalde voorzieningen bij nodig. En dat betekent dat je ook bepaalde infrastructuur nodig hebt met z'n allen. Maar misschien is het wel boeiend om dat is ook denk ik wel een antwoord op je vraag, Marco. Er wordt ook gekeken vanuit allerlei netwerken wat we kunnen leren van de logistieke sector. Rondom plaatsen als Arnhem en Amersfoort zijn ze ook bezig om waterstofstations in te richten. Bussen bijvoorbeeld. De bussector werkt ook al wat langer met elektrische bussen. Wat kunnen we daarvan leren? Is niet te vergelijken met bouwmachines, hè, want bussen hebben een continu toerental en bouwmachines werken met piekvermogens. Maar we gaan ook tussenvormen zien. En niet alles, dan is meteen weer de vraag, ja, waterstof wordt niet groen opgewekt. We moeten van het ene stapje naar het andere stapje in zo'n evolutie. Dus ik vind het juist interessant dat er ook gekeken wordt naar, voor machines met hoge vermogens, naar waterstof. De vraag is dan hoe je dat produceert, hoe je dat op de bouwplaats krijgt. Maar je hebt de ene pilot nodig om daar ervaring mee op te doen. Wat ik wel boeiend vind, is dat bijvoorbeeld ook gekeken wordt of in de Randstad bijvoorbeeld niet een eenmalige bouwhub in te richten, maar ook de binnenstad logistiek te ontlasten door aan de buitenkant van de stad logistieke concepten neer te leggen, waar ook de bouw van kan profiteren. Dus ga nu niet alleen als gemeente Rotterdam als Den Haag kijken wat je voor je eigen opgave doet, maar wat gaat Rijkswaterstaat daar doen de komende 10 jaar? En wat gaat het Rijksvastgoedbedrijf doen met een ongekende opgave, ook vervangingsopgave natte kunstwerken? Dus alleen al 10% reduceren op bouwlogistiek in dit land leidt tot een ongekende reductie. 20% minder grond in een dijk opnemen of dat anders transporteren. Want grondverzet is ook de oorzaak van ongekend veel emissies. Dus het zit hem in, denk ik, alles. En dat is het interessante. Dus ook in het ontwerp en ook in slimme logistiek. Oké, die vraag die gaan we straks ook nog even aan Jan stellen namens het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Want daar gebeurt ook wel een beetje grondverzet. Ik even een kleine huishoudelijke mededeling. Er beginnen nu vragen in de Q&A tevoorschijn te komen. Fantastisch, dankjewel.
Als er een vraag bij is waarvan je denkt van ja, die lijkt eigenlijk wel op de vraag die ik in mijn hoofd heb, zet er dan een duimpje bij. Dan komt die hoger in de lijst te staan, dan zie ik hem eerder. En dan voorkomen we ook dat de vragen veel op elkaar lijken. Maar goed, weet je. Stel vooral je vragen, ik ben er dankbaar voor en we gaan ze absoluut aan de orde stellen. De belangrijkste vraag die nu aan de orde is in de Q&A gaat over hoe krijgen we een level playing field of hoe houden we een level playing field in de markt. Die stel ik even uit, dus zet er vooral duimpjes bij. Hij staat al bovenaan, dat blijft bovenaan, maar die gaan we straks met z'n allen bespreken. Want dat is denk ik een van die hele belangrijke kwesties die we tegenkomen. Ik wil met Edwin en Dick naar jullie visie op de uitdaging. Wat is nu vanaf, ik merk dat we sinds 3 december alweer een hele progressie hebben gemaakt, dat er veel georganiseerd wordt. Subsidieregeling van 500 miljoen, dat is lekker. Er gebeurt veel, er is veel energie. Wat zijn de volgende uitdagingen, waar loop je tegenaan, wat zijn de dilemma's? Ja, Edwin heeft ze eigenlijk al benoemd. Hè. De belangrijkste knelpunten, denk ik, waar we de komende tijd echt de tanden in moeten zetten, dat is enerzijds die beschikbaarheid van het emissieloos materieel. Dus de productiecapaciteit die moet omhoog. Dat betekent enerzijds dat we de grote producenten, dat we die mee moeten nemen in deze transitie. Hè. Dus de grote fabrikanten van deze wereld. Volvo, Scania, Hyundai, Hitachi, Caterpillar. Die moeten in feite worden gestimuleerd om productielijnen op te zetten voor emissieloos materieel. Nou, we weten dat het veel tijd kost. En totdat ze dat voor elkaar hebben, zullen we dus ook gebruik moeten maken van kleinere partijen. Nederlandse bedrijven, er zijn een paar Nederlandse bedrijven die zich daarop profileren op dat gebied. Die goed zijn in ombouwen of in het afbouwen van machines. Machines voorzien van een elektrische aandrijflijn. En dat is één. En twee is inderdaad de energievoorziening op de bouwplaats, de laadinfrastructuur. Hoe krijgen we dat goed gefaciliteerd? Hoe krijgen we dat goed geregeld? Ik vond het wel mooi toen Edwin zijn verhaal vertelde over samenwerking. Toen dacht ik van ja, afgelopen week was er in het nieuws een item over de zonnepanelen in de tussenbermen van de snelwegen. Ja, er wordt in Drenthe tussen Hoogeveen en Emmen wordt de A32 van zonnepanelen voorzien door Rijkswaterstaat. Maar wij doen dat niet alleen, hè. Wij doen dat samen met commerciële partijen. En die zonnepanelen die leggen wij feitelijk niet zelf aan. We gaan niet zelf energie opwekken. Dus dat is ook een voorbeeld van samenwerking tussen een beheerder van de infrastructuur en partijen die denken van hey, daar ligt terrein. Daar kan ik wat mee. De volgende stap zou wat mij betreft zijn dat we dan ook nog de vraag stellen. Oké, jij legt daar nu een soort elektriciteitscentrale aan. Hoe kunnen we daar nou slim gebruik van maken voor het opladen van bouwmachines die wij als beheerder van het areaal van tijd tot tijd nodig hebben op die plek. Dus dat is een vorm van voorzien in de energie op de bouwplaats. En er zijn natuurlijk meer vormen, hè, mobiele laadoplossingen. Daar hebben we ook allerlei mooie start-ups al van langs zien komen. De afgelopen maanden die voorzien in mobiele accupakketten. Aggregaten op basis van brandstofcellen die op bouwplaatsen neergezet kunnen worden. En natuurlijk gewoon de netaansluitingen waarbij wij het gesprek met de netbeheerders moeten aangaan. En dat ook al aan het doen zijn, om ervoor te zorgen dat op de juiste plekken voldoende vermogen wordt geleverd. Ja, dus die opdrachtgever die op de plek waar hij zijn opdracht wil laten uitvoeren, ook daadwerkelijk voor die stroomvoorziening zorgt. Ja, dat is in ieder geval met de netbeheerder vroegtijdig het gesprek aangaan, want wij zijn daar en daar dingen van plan. Daar willen we ook stroom bij hebben, daar wil ik tijd bij nodig. Kunnen jullie ons helpen om die elektriciteit tijdig te leveren. Ja. Oké. Edwin, want dit klinkt allemaal alsof het op stoom is, hè? Gaat goed. Wat zijn voor jou de dilemma's? De grote uitdagingen nog? Nou, de grote uitdaging is niet zo goed gaat. Nou, kijk, je moet oppassen dat het geen kip-ei, dat zie je ook, kip-ei-discussie wordt.
Ja, maar er is nog niet voldoende seriematig materieel. Hoe zit het met Levin Playing Field? Kijk, je kunt vragen blijven stellen tot je in ons weegt. Je hebt ook het lef nodig om voor te investeren. Het grote probleem is wel dat het voor het zwaardere materieel, graafmachines, is er echt nog heel weinig op de markt. Ja. Dus dat betekent ook binnen initiatieven als Emissieloos Netwerk Infra, dat de grote fabrikanten echt kijken wanneer dit echt uitgevraagd gaat worden. Dus vraag en perspectief creëert ook productiemogelijkheden. Dat is een heel groot vraagstuk. Dus zorgen dat het seriematig op de markt komt en dat ook op termijn de kosten van het materieel gaan dalen. Daar zien we wel al de eerste effecten van. Dat is ook wat het hoogwaterbeschermingsprogramma vraagt. Zo'n kraan in het begin is duurder. Maar wat zijn de effecten daarvan? Hè? En produceert zo'n graafmachine van 20 of 30 ton wel hetzelfde op het gebied of presteert dat 80% van wat een kraan op fossiele brandstof? Dat zijn allemaal ontwikkelvraagstukken waar we echt samen moeten uitkomen. Dat zijn grote ontwikkelvraagstukken. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat alle overheden zorgen dat ze in aanbestedingen dit aan de orde stellen. Maar dat ze ook beseffen dat als het gaat om een rotonde die bijvoorbeeld over een half jaar moet worden aangelegd, het geen zin heeft om op die korte termijn de ambitie al te hebben dat alles volkomen emissieloos kan. Dus daarom ben ik zo blij met het transitiepad. Ik ben een groot voorstander. Je zou mezelf fanatiek of een missionaris kunnen noemen, maar ik ben ook wel een realist. Ik besef, sommige marktpartijen zeggen, ja, Levin Playing Field. Maar koplopers die komen met initiatieven. Ik wil tot slot, Marco, nog één ding noemen. Dat is iemand, een MKB-ondernemer, die zei, joh, beste, dat was de gemeente Amsterdam, ik wil een dure elektrische kraan kopen. Dat ding kost 1 miljoen, hè? Dus dat is heel veel geld voor mij. Maar dan heb ik geen opdracht van 2 jaar nodig, maar een opdracht van 3 jaar. Want dan kan ik hem ook financieren. Dan heeft die bank voldoende vertrouwen in mij. En ik schrijf dat ding over 8 tot 10 jaar af. Maar dat is mijn ondernemersrisico. Kijk, dit vind ik een fair verhaal van de ondernemer. Die zegt, joh, dat ding is hartstikke duur. Maar ik heb wel meer perspectief nodig. Dus niet per definitie duurder. Maar ook. En dat is een goed gesprek. En ik merk dat waterschappen, opdrachtgevers en ook Rijkswaterstaat daar open voor staan. Nou, dat is denk ik een goed voorbeeld waarop je deze transitie verder moet vormgeven. Bij ons is koplopers belonen ook een van de leidende principes, hè, op dit moment. Kijk, we zitten in een transitie, in een markttransformatie zou je kunnen zeggen. En daar zijn mooie theorieën over ontwikkeld. En een van die theorieën zegt, als je een echte robuuste transitie wilt bewerkstelligen, dan moet je door een aantal fasen heen. En we zitten nu in de fase dat we de koplopers moeten belonen om de boel op gang te krijgen. En als we die fase niet bewust met z'n allen doormaken, dan lukt de transitie niet. Dan vallen we weer terug naar de oude situatie. Ja. Dus het is heel spannend. Hè? Voor een aantal partijen is het heel spannend dat we even dat principe van level playing field misschien wat gaan loslaten. Maar dat doen we bewust. Maar wel in de wetenschap dat we het peloton niet uit het oog mogen verliezen. Dus het betekent niet dat we gelijk een heleboel partijen rücksichtloos afserveren. Maar er zullen een aantal partijen tijdelijk misschien het gevoel hebben dat ze wat op achterstand zijn komen te staan. Maar die worden daarmee juist gestimuleerd om meer moeite te doen om weer bij te trekken. En om die ontwikkeling mee te maken. En dat is zoals die markttransformatie werkt. Dankjewel. Dank jullie wel voor nu. Dit is een mooi moment om over te gaan naar de praktijk. En ik ga Rianne vragen om Edwin en Dick ietsje op de achtergrond te zetten. En ik wil Liewe en Jan uitnodigen om hun microfoon aan te zetten. En dan gaan we de volgende fase van het gesprek in. En ondertussen loopt de Q&A lekker door. Dank jullie wel. Ik ga echt, we hebben tijd in dit gesprek om die vragen te beantwoorden. Dus we gaan daar vol op inzetten. Maar we gaan eerst eventjes in gesprek met Jan Baltussen en met Liewe Gietema. Jan is klimaatadviseur dijkversterking bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Werkt voor Rijkswaterstaat. Ik neem aan dat die keurig netjes iedere maand voor je salaris zorgen. En het Hoogwaterprogramma is jouw werkomgeving. We gaan zoiets iets van je horen hoe het Hoogwaterbeschermingsprogramma tegen deze ontwikkeling aankijkt. Jullie zijn die grote opdrachtgever die in de praktijk moet doen wat Edwin en Dick zo mooi betogen dat al aan het gebeuren is of moet gaan gebeuren. Liewe Gietema is
tendermanager bij Ballas Nedam, bij het Ballas Nedam Infra Project. En hij kan iets vertellen over wat een aannemer zoals Ballas Nedam aan het doen is met deze ontwikkeling. Ik ga jou gewoon maar eens eerst even de gelegenheid geven om dat toe te lichten, Liebe. Wat doet Ballas Nedam eigenlijk in deze ontwikkeling? Dankjewel Marco voor je vraag. Ja, ik denk in alle eerlijkheid dat Ballas tot mid vorig jaar het thema duurzaamheid iets minder op de agenda had dan in ieder geval wat ik zou willen. Gelukkig is daar halverwege vorig jaar een flinke versnelling in gekomen. En daar heb ik me ook intensief tegenaan bemoeid. We zagen natuurlijk al een aantal aanbestedingen op de markt komen die vraag expliciet stelden. En ik denk dat we eigenlijk in een hele korte tijd als Ballas Nedam een versnelling hebben gemaakt. Dus ik werd net getriggerd ook door Dick, die zei van ja, we belonen de koplopers. Nou, we waren echt geen koploper, maar ik denk dat we inmiddels goed aangehaakt zijn met die kopgroep. Ook een mooi project gescoord samen met de collega's van Hochtief en Van Oort in de Rotterdamse haven, waarbij dit thema ook hoog op de agenda stond en waar we dus nu ook de beoogde investeringen kunnen doen. En daarnaast doen we nu ook op eigen initiatief, hebben onze eerste zero-emissie machines in bestelling. En zijn we er ook een aantal aan het ontwikkelen met ketenpartners. Ik denk dat EMI, het platform wat Edwin ook al eerder aanhaalde, ja, dat helpt daarbij enorm. Want dat kip en dat ei verhaal en die grote volumes en überhaupt de engineering van zo'n apparaat als het wat groter en specialistischer wordt. Hè, dat zijn ook de machines die wij in eigen huis hebben. Ja, dan komen er een hele hoop vragen op je af. Zowel vanuit... En wij kijken ook heel erg naar het veiligheidsperspectief van de mensen die ermee moeten werken. Dat hoor ik nog iets minder in de gesprekken terugkomen. Onze mensen moeten er veilig mee kunnen werken. Moeten dat ook snappen. Dus daar zijn bij ons intern ook wel nu een hele hoop dingen gaande. Die gaan zorgen dat we dit met z'n allen gaan oplossen. Want mijn stelling is dat we hier zo snel mogelijk weer vanaf moeten. Dit moet gewoon standaard worden. Want in die end zijn we wel allemaal techneuten bij aannemers. En willen we het verschil maken op de techniek. Ja, dat vind ik wel spannend, Liebe, dat je dat zo ook formuleert, ook rondom die veiligheid. Want we nemen best makkelijk, hè, in het vorige gesprek werd wel duidelijk van, het is een kwestie van investeren en dan heb je die spullenboel. Wat kom jij tegen als het gaat, wat kom je nog meer tegen, behalve dat je moet mensen opleiden, veiligheid blijft een rol spelen, je bent dat niet gewend. Wat kom je allemaal tegen als je het over elektrisch materieel hebt? Maar wat kom je ook tegen, pak toch dat andere onderwerp van die bouwlogistiek er even bij. Je zegt van ja, ik kan ook voorkomen dat ik materieel in moet zetten. Wat kom je in jullie bedrijf tegen? Hoe lastig is het? Het is super lastig. Het is een hartstikke moeilijk thema en je hebt te maken met heel veel verschillende stakeholders, ook binnen het bedrijf, om mensen goed aan te haken op het thema. Want er moet wel bereidwillendheid gecreëerd worden om ook daadwerkelijk die voorinvestering te doen. Met een relatieve onzekerheid van de pipeline die gaat komen. Ik denk dat dat ook een mooi thema is voor straks de discussie. Van hoe zorg je nou met elkaar? Nou, volgens mij is Dick daar ook druk mee bezig, zoals ik net hoorde. Hoe zorg je nou dat al die overheden ook gaan samenwerken om te zorgen dat er een stabiele pipeline komt. Om ook dat interne verhaal te kunnen verkopen. Dat we natuurlijk moeten voorinvesteren en dat het meer kost. En dat we moeten piloten, maar dat er wel een stabiele outlook is. Want weet jij nou eigenlijk van je opdrachtgevers wat ze verwachten? Gaat het nou om CO2 of gaat het over stikstof of gaat het over fijnstof of gaat het over lawaai? Dat verschilt. Ja, allemaal. Hè. Hoe meer, hoe beter. Nee, dat verschilt per aanbesteding. We zien het best wel divers uitgevraagd worden. En dat is ook een thema waar ik mezelf binnen de EMI hard voor maak. We hebben een werkgroep aanbesteden waarbij we proberen de ervaringen vanuit aannemend Nederland te bundelen en dat te vatten. In een soort advies richting opdrachtgevers en ook hierbij de uitnodiging om ons daarvoor te benaderen, om gewoon te sparren van hoe kan je nou zo'n uitvraag zo goed mogelijk vormgeven en wat zijn daar de do's en don'ts in. Hè? Want ik heb hele goede voorbeelden gezien, maar ik heb ook hele slechte voorbeelden gezien.
Ja, dankjewel. Dat is een mooi opstapje naar Jan. Want Jan, jij bent zo'n opdrachtgever. Ik ga je gewoon twee vragen tegelijk stellen, hoor. Ik wil graag van je weten wat het hoogwaterbeschermingsprogramma met deze materie heeft en doet. Maar in de Q&A worden er ook heel veel vragen gesteld over van hoe moet je nou als aanbestedende dienst daarmee omgaan? Kun je dat duiden vanuit hoogwaterbeschermingsprogramma? Ja, dan neem ik even een aanloopje. Dus voor degenen die het hoogwaterbeschermingsprogramma een beetje van afstand kennen. Het hoogwaterbeschermingsprogramma is de opgave van Waterschap bij Rijkswaterstaat om de komende 30 jaar alle dijken op orde te brengen. Daarvoor is een programma gemaakt waarin jaarlijks zo'n gemiddeld zo'n 400 miljoen wordt geïnvesteerd in de dijken. Ik ben nu ongeveer 2 jaar klimaatadviseur. En wat ik 2 jaar geleden zag, was projecten die met veel ambitie en aan het werk waren. Maar dat was allemaal meer persoonlijk gedreven. We hebben veel ambitieuze dijkwerkers en die willen allemaal de wereld verbeteren. Dus die gaan aan de slag. En ik zag dus in het land zijn er zo'n 30, 40 dijkversterkingsprojecten. Die waren allemaal op een eigen manier aan het werk. En je ziet dat daar ook wel stappen worden gemaakt en dingen worden uitgevonden. Maar ik noem dat nu de pioniersfase. En we moeten nu heel snel de slag maken naar een meer gestructureerde fase. Dat we niet overal het wiel gaan uitvinden. En dit soort bijeenkomsten helpen daarbij. Hè. Die geven weer een push van aan kennisverbreding. Maar we moeten binnen de dijkversterkingsprojecten komen tot een professionaliseringsslag. En een van de eerste dingen die ik daarin wil bereiken is dat er dus vanuit de directies en vanuit de bestuurders een duidelijke opdracht komt aan de projecten. Dat het niet meer vrijblijvend is, het niet meer wordt gewerkt, maar dat die directeur tegen zijn projectmanager zegt van je moet dit project op tijd afronden, je mag zoveel geld uitgeven, maar je mag met zoveel CO2 uitproduceren en je mag met zoveel primaire grondstoffen gebruiken. Nou, dan die slag moeten we nu gaan maken. En je ziet dat daar nu wordt geworsteld bij de projecten. Van hoe geef ik dit handen en voeten? En een mooi voorbeeld. Edwin vertelde het al van Sterke Lekdijk. Heel mooi voorbeeld van hoe je als opdrachtgever die transitie naar missieloos kan bevorderen. Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, die heeft tot 2028 6 dijkversterkingsprojecten op het programma staan. Heeft dit nu in het begin in 1 keer aanbesteed, niet aan 1 aannemer, maar aan 3 consortia. Die heeft gezegd, jullie krijgen de opdracht om tot 2028 die dijk te gaan versterken en gaan nu met z'n allen proberen innovatie, kennis te ontwikkelen, zodat we in 2028 kunnen zeggen, ja, wij hebben de klus geklaard, wij zijn emissieloos. En je ziet nu dat dat ook een boost geeft. Ik heb overleg met die aannemers. Ja, die zijn echt heel enthousiast aan de slag om dit ook echt vorm te gaan geven. En ik vind het een heel mooi voorbeeld hoe je dus opdrachtgevers de ruimte kan geven om samen met die markt dit vorm te geven. En mijn insteek is op dit hoogwaterbeschermingsprogramma dat we nu Sterke Lekdijk hebben, zo'n innovatietraject, maar dat we dat op meerdere projecten gaan beginnen. Scheldestromen, ook een heel rij projecten, kan het ook doen. En zo zijn er nog veel meer. En daarbij heb je als mechanisme het opdrachtgeverschap, de aanbesteding. Dus gewoon de traditionele benadering. We horen dat veel en dat lijkt me ook logisch dat je vanuit die optiek kijkt. Zijn er ook nog andere dingen mogelijk? Want is dit ook niet een onderwerp waar je misschien als opdrachtgevers en marktpartijen op een andere manier met elkaar die transitie in kunt gaan of met elkaar kunt samenwerken? Behalve dus in de opdrachten. Nou, ik begrijp me goed, hè, Marco. Het is niet het enige wat ik zeg, maar ik vind dit nog ontbreken in het spel. Maar waar het primair om gaat is dat
die markt en die opdrachtgevers, die waterschappen samen gaan ontdekken, hoe doe je dat nu? En net kwam het al ook aan de orde. Het gaat niet alleen om die motor, om die uitlaat. Emissieloos bouwen begint bij het allereerste begin. Bij de eerste pennenstreek van je project. Als je die gaat zetten met in je achterhoofd, wij moeten zoveel mogelijk emissies gaan besparen. Dan komt er een ontwerp uit. En we hebben dat ook uitgeprobeerd, beproefd in het project. Dan kan je eigenlijk zonder dat het heel veel moeite kost al 20% van je emissies reduceren door gewoon, als je aan het tekenen, aan het ontwerpen bent, na te denken over wat gaat dit betekenen voor mijn emissies. Een voorbeeld is, voorbeeldproject is Wolferensbrok, bij een dijkversterkingsproject van Waterschap de Vierenland. Daar hebben we het echt concreet uitgerekend, gewoon aan de hand van een concreet project. En door slim te ontwerpen, door aan de aannemer te vragen, wat kan je nou slim doen? En dan zegt die aannemer, nou, als die van het schip afkomt, als ik die nou meteen bij de dijk mag neerleggen, maar jullie eisen van mij dat ik hem eerst ergens in de uiterwaard neerleg en dat ik hem dan weer moet verslepen. Als ik dat dan één keer mag doen, ja, dan ben ik heb ik 10% bespaard. En het is nog goedkoper ook. Nou, dat soort dingen, die moeten we dus nu als markt, met vooral die aannemers uitdagen, Liewe uitdagen, om mooie, slimme oplossingen te vinden. Nou, Liewe, ga er eens op in. Wat heb je nodig van Jan? Nou ja, ik vind het wel interessant wat Jan zegt. Om een klein beetje in perspectief te zetten, wat Jan zegt, dat doen wij altijd. Wij proberen dus altijd een zo slim mogelijk en zo optimaal mogelijk ontwerp te maken op basis van een uitvraag. Dat optimaliseer je het op kosten. En ik wil het optimaliseren op MKI, op CO2-uitstoot. Ja, maar die gaan vaak hand in hand. Ja, die gaan heel... Nou, daarom. Waar ik op zou willen focussen is met welke materieelstukken doe je dat dan? Hè? Dat is echt die slag die wij volgens mij nu met z'n allen moeten maken. En door Trias Energetica-achtige principes toe te passen, dat is in mijn optiek een goede aanvliegroute. Maar als wij met z'n allen echt naar die nul willen, dan moeten we die materieelstukken gewoon gaan omturnen. En dat is volgens mij de transitie die voor ons ligt. En dat is volgens mij ook waar we ons op moeten focussen in die aanbestedingen. Dus ik zie dat wel echt als twee dingen, als ik heel eerlijk ben. Nou, mij overtuig je niet hoor. Ik blijf hameren op die eerste stappen. Het vermijden van wat ik doe. En ik zeg het ook als opdrachtgever, hè. Die transitie is mooi, maar het kost wel aardig wat geld. En daar zitten wij als HWBP wel aardig tegenaan te hikken, hoor. En dan heb je het dus wel over investeringen die 20 tot 30 miljoen per jaar extra gaan zijn. Dus wij zeggen wel tegen de projecten, toon aan dat je dit heel doelmatig doet. Heb jij nagedacht, heb je slim ontworpen? Heb jij je grondstromen geoptimaliseerd? En kom niet alleen maar met van ik wil een elektrische kraan aanschaffen. Maar dat zeg ik ook niet. Hè? Ik zeg dat het en is. Het is altijd en. Dus het is niet of in mijn optiek. Maar dat eerste, daar zijn we denk ik al ik heb ook bij een voormalige carrière bij Boskalis gewerkt. Echt een dijkenbouwer. Altijd bezig met het zo slim mogelijk ontwerpen van die dijk. Dat is in mijn optiek niet anders dan om de kosten te optimaliseren. Ja, ik ben wel nieuwsgierig. We gaan het even niet over elektrisch materieel hebben, maar even over dit onderwerp waar jullie met elkaar zo net even langs elkaar heen scheren. Want ik krijg nu toch niet de indruk dat jullie dit soort vraagstukken met elkaar bespreken. Ik begrijp dat Jan zijn projecten uitdaagt om aan die voorkant die projecten slim in te richten en zo slim mogelijk te ontwerpen. En ik begrijp ook heel goed dat Liebe probeert om zijn tendo zo slim mogelijk in te richten. En daar zo dicht mogelijk bij die behoefte van Jan te komen. Maar ik heb nog niet de indruk dat jullie daar nou samen over in gesprek zijn. Over uitgangspunten of over principes of over ontwikkelingen. Nee, dat gesprek
gaat op gang komen. Hè? Dus bijvoorbeeld het voorbeeld noemen van Sterke Lekdijk, dan zie je dat het gesprek ook echt op gang komt en werkt. Maar er zijn nog 20 tot 30 andere plekken in het land. En het zou mooi zijn als ze daar dus uit... Marco, jij had het al, hè? Dus de klassieke vorm, old school. Zo. We moeten naar een nieuwe manier toe. En die moeten we nog wel vinden. Dat moet hij nog wel gaan ontdekken. Lieve, wanneer ga jij voor het eerst met een opdrachtgever of met Jan, die boven die project zweeft, in gesprek? Nou, begrijp ons niet verkeerd. Hè? Wij zijn continu met onze opdrachtgevers in gesprek hierover. Dus dat zit wat dat betreft wel goed. Ik denk wat kan helpen, en dat is meer dan vanuit mijn perspectief, is dat je met name die aanbestedingsvorm heel erg inricht dat je met elkaar in gesprek gaat. Dus al in die aanbestedingsfase zorg dat je dit gesprek hebt. Om de vinger erachter te krijgen wat nou echt belangrijk is voor die opdrachtgever in dat gesprek. En ik denk wel dat daar voldoende ook manieren, bestaande manieren, maar ook nieuwe manieren. Hè. We zien nu de twee fasen aanpakken, best als een intrede doen. Alliantievormen, bouwteams. Dat zijn in mijn optiek de manieren waarop je dit gesprek tot stand brengt. En daar ook met als aannemer de juiste oplossingen kan aanbieden. Wat en die optimalisaties in ontwerp, transport en logistiek nastreeft. Maar ook een stapje in de goede richting gaat brengen voor de transitie wat betreft het emissieloos materiaal. Ja, dankjewel. Hoe zie je... Nee, laat ik hem anders brengen. Jullie hebben dezelfde belangen. Jullie dienen dezelfde belangen. Jullie zijn dezelfde richting op aan het kijken. De neuzen staan dezelfde kant op. En ik heb nog niet het gevoel dat er boven het niveau van het individuele project al een soort optimum bereikt is. Wat is nou de volgende stap om met elkaar in die positieve ontwikkeling die we er net ook geschetst hebben gekregen, hoor. Wat is nou de volgende stap naast die subsidieregeling, maar om met elkaar nog beter en nog sneller en nog effectiever die ontwikkeling in te gaan? Wat is er nog nodig, Jan en Liebe, om jullie samenwerking nog structureler, nog beter, nog effectiever te maken? En ik wil eigenlijk Edwin en Dick ook maar gelijk uitnodigen om zich weer bij het gesprek te voegen. Als Rianne ze weer eventjes kan kijken, daar zijn we alweer. Ook aan jullie de vraag, want Dick en Edwin, ik hoor dat de praktijk toch best wel weerbarstig is. Hè? Hoe goed de bedoelingen ook zijn, maar daar word ik dan weer wel heel blij van. Wat zijn de volgende stappen? Ik begin gewoon even bij Jan. Ja, daar heb ik wel een idee over. Wat ik heel erg belangrijk vind om uit die vrijblijvendheid los te komen. Het is geen hobbyisme meer. We moeten echt het professioneel gaan aanpakken. En professionele aanpak begint ook met een heldere opdracht. En ook met een doel stellen aan het begin. Van dit is ons doel. En dan stel je daar ook een mooie voortgangsbewaking op met KPI's en voortgangsrapportages. Dat systeem moet er nu tot stand komen. En dan vind ik wel dat we dus niet moeten blijven roepen van wij zijn circulair, wij zijn klimaatneutraal. Nee, een haalbaar, realistisch doel stellen. En ik vind het belangrijk dat we in lijn met wat Edwin zegt van... We moeten de koplopers stimuleren, we moeten die transitie versnellen, maar we moeten elkaar niet gek maken. Dus stel een doel wat genoeg ambitie heeft, maar wat de partijen prikkelt, maar wat de transitiemotor niet oververhit. Een redelijke roadmap dus feitelijk. Ja. Dus dan kijk ik weer over naar Dick, hij heeft het over de routekaart. Nou, maak een routekaart waar wij als Nederland, hè, alle partijen, de dijksterking, maar ook alle hele GBW, zeggen van, nou, daar kunnen wij ons aan optrekken. Dat maakt ons niet gek, maar dan weten wij stap voor stap waar we naartoe gaan en waar we toen aan werken. Lieve, helpt dat jou? Ja, ik had daar zelf, ik ben het met Jan eens, hè, want volgens mij is dat al een paar keer aan de orde geweest, hè, dat we die lokale overheden moeten samenvoegen, ook met dus provincies, gemeentes, Rijkswaterstaat, om tot één agenda te komen. Dus daar ben ik het helemaal mee eens.
En wat mijn ideaalbeeld is, en dat is misschien ook vanuit het perspectief dat we denk ik bij de EMI met best wel veel partijen zijn. En dat we daar ook een werkgroep aanbestedingen hebben waar heel veel ervaringen bij elkaar komen. Dat we vanuit dat platform ook kunnen het gesprek aan kunnen gaan. En dat doen we in mindere mate ook al wel hoor. Maar ik denk dat we dat beter kunnen doen. Namelijk op alle lagen. Om te helpen met die uitvragen te formuleren. Zodat we ook echt op de juiste wijze kunnen concurreren. Ik zei eerder al, hè, er zijn echt goede en slechte voorbeelden. Waarbij de slechte voorbeelden natuurlijk gaan over het slecht kunnen vergelijken van aanbiedingen. Het niet uitvragen van een stukje realisme of de onderbouwing daarvan. Tot een hele mooie business case die je als bedrijf kan uitwerken met je team. Om echt te zorgen dat je de level playing field behoudt. En dat je ook je kan onderscheiden. Ja, dat geeft me een mooie gelegenheid om Dick even te bevragen. En misschien ook Jan belt. Het gaat over Rijkswaterstaat. Slim ontwerpen, slim uitvoeren is inderdaad een belangrijke eerste stap. Begin van de trias Energetica. In een recente RWS-aanbesteding heeft het beoordelingsteam deze maatregel niet positief gewaardeerd als meerwaarde. Motivatie was, dit mag je verwachten van een aannemer en wordt derhalve niet gezien als meerwaarde. Hoe borgen we dat dergelijke initiatieven ook daadwerkelijk positief worden gewaardeerd? Ja, Dick. En dat is mijn eerste vraag van de over wat project hebben we het. Kijk, in principe vind ik dat je dit wel moet waarderen. Kijk, en wij hebben natuurlijk intern ook nog wel wat zendingswerk te verrichten. Dus, maar ik word wel blij van de opmerkingen die gemaakt worden. Van ja, we willen aan de ene kant willen we een realistisch pad, hè? Zorgen dat de transitie niet oververhit raakt, zegt Jan. Nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar tegelijkertijd, hè, en dat hoor ik ook terug in de woorden van de anderen hier aan tafel. Tegelijkertijd heb je wel voldoende uitdaging nodig. Hè? En ik zei daar straks al, van, we werken enerzijds met koplopers. Maar anderzijds willen we het peloton niet uit het oog verliezen. En die aanpak, die staat wat mij betreft wel overeind en is volgens mij ook wel een voorwaarde voor een succesvolle transitie. Als we alleen maar kijken naar wat realistisch is in de ogen van de gemiddelde aannemer, dan gaan we gewoon niet hard genoeg. Dan komen we er niet in 2030. We zullen toch ook in een aantal gevallen de grenzen op moeten zoeken. Dus wat mij betreft, dat is de boodschap die ik intern ook probeer te verkondigen. Onze inkoopstrategie moet bestaan enerzijds uit een portfolio brede aanpak, waarbij we in de contract eisen opnemen wat er op dit moment al kan aan emissieloos. En dat periodiek evalueren en steeds verder aanscherpen en ophogen. Zodat de markt de komende jaren steeds verder wordt uitgedaagd. En dat principe kondigen we dan wat mij betreft nu al aan. Hè? Onze eisen worden dus steeds strenger de komende jaren. Want we willen toegroeien naar emissieloos in 2030. We hebben gunningscriteria. Wat er nu nog niet in de eisen kan, te stimuleren bij de markt. Om dat ook te waarderen als de markt meer aanbiedt dan wat we in de eisen zetten. En in een aantal gevallen, in een aantal dedicated projecten, zou ik de markt willen uitdagen om echt maximaal te presteren op dit gebied. Hè? Echt tot het gaatje te gaan, zo je wilt. Om te kijken van hoe ver kunnen we gaan. Want dat is de enige manier om ook echt ervaring op te doen met nieuwe technieken. Om te merken hoe werkt dat dan in de praktijk, die late infrastructuur ter plekke. En om ook naar de fabrikanten, naar de producenten toe duidelijk te maken. Jongens, dit is een serieuze beweging. En dat aantal koploperprojecten, dat laten we wat mij betreft dus ook alleen maar toenemen de komende jaren. En zo groeien we met z'n allen op een organische manier toe naar een emissieloze sector in 2030. Ja, waarbij je overigens wel genuanceerd omgaat met dat level playing field, met die... He, die vraag van die gelijke kansen. Wat als een aannemer nog niet in staat is om elektrisch materieel aan te schaffen?
jammer dan in een aantal gevallen? Of? Ja, op dit moment is dat in een aantal gevallen jammer dan. Hè? En je krijgt over een jaar of over 2 jaar krijg je gewoon een nieuwe kans. Hè? Dus zorg dat je dat nu investeert. Dat je dan of dat je die investering nu voorbereidt, zodat je die volgend jaar kunt doen. Zodat je dat jaar of het jaar daarna wel met emissieloos materiaal kunt inschrijven. Hoe kijken daar de leden van het ENI naar dat statement? Ja, er wordt heel snel gezegd, hè, ik ben bedrijfskundige en econoom, een living playing field. In geen enkele markt is er een volkomen living playing field op basis waarvan iedereen alle informatie heeft. Dus ik heb eigenlijk een grondige hekel aan die term. Maar ik snap het wel heel goed, want alleen maar koplopers ergens neerzetten helpt niet als je het peloton niet kan laten volgen. Kijk, als je nu pas aan de gang gaat met zoeken van waar emissieloos materieel is, zeg ik ook een beetje, waar heb je gezeten de afgelopen 3 tot 4 jaar? Ja, de eerste bijeenkomsten, als je de ambities van Rutte 2 al las en het klimaatakkoord, dan had je dit op je klompen kunnen aanvoelen dat je tot emissiereducties over kon gaan. Sommigen werken nog met de dieselapparaten die 25 jaar oud zijn. Ja, het is mij een wonder waarom we in dit land dat nog niet verboden hebben. Dus ik ga er even een beetje fel in om aan te geven dat partijen die ongeacht welke ambitie hebben, moeten kunnen zorgen dat die ambitie waargemaakt wordt. Wat ik een reëel punt vind hierin, Marco, en is dat ik ook vraag van opdrachtgever van Dick. Joh, Dick, waar is je aanbestedingskalender waarin je voor de komende 2 jaar gewoon aanzet op welke manier je aanbesteedt, hoe duurzaamheid beloond wordt en wat je daarin vraagt? Want richting 2026, hè, dat is de eerste tussenstap, ik heb dat eens uitgerekend, we hebben nog 900 werkdagen. Er ligt echt een gigantische druk op ons allemaal. En dan vind ik het ook reëel dat je tevens naar zowel de koplopers als het peloton kijkt en iedereen de mogelijkheid geeft om aan te haken. Dus dat is even wat ik op dit moment zeg. Ik vind dat, en dat zijn partijen die vanuit Emissieloos Netwerk Infra aangesloten zijn, maar ook partijen die gewoon op hun eigen manier bezig zijn. Ik ken ook kleine MKB-ondernemers, loonwerkers, die gewoon met z'n 2 of 3 kijken wat ze gemeenschappelijk kunnen aanschaffen. Of die gesprekken. Maar ik denk ook, als je ook een kleine ondernemer bent en een oplossing hebt en tegen een aannemer zegt, het grondverzet voor jou kan ik de komende drie jaar emissiearm of emissieloos, dan zit je morgen aan tafel. Je moet wel ook weer gaan ondernemen. Dat is ook wat ik zeg. Dus de ontwikkelingen goed interpreteren en vooruitgaan. Daarbij verwacht ik wel ook, en Dick is goed bezig hoor, we zitten hier niet ook om elkaar alleen maar complimenten te geven, maar we moeten wel nog concreter worden. Dat is eigenlijk van 2 kanten wat er moet gebeuren. Ja, en Edwin, volgens mij zeg je dat ook, hè, die ondernemers die moeten lef tonen. En dat geldt dus ook voor de MKB'ers. En er zijn dus ook MKB'ers die lef tonen. Ja. Er zijn gewoon een aantal voorbeelden van MKB-bedrijven die zelf het initiatief genomen hebben. Avitech in Groningen die daar een volledig elektrisch machinepark heeft aangeschaft op het moment dat ze een opdracht van de gemeente Groningen hebben gewonnen. Dus gewoon in het diepe springen in feite, zonder dat ze vooraf zekerheid hadden. En dan blijkt ook dat een opdrachtgever daar weer heel constructief mee om wil gaan. Dus het is ook niet zo dat we elkaar voortdurend de tent uitvechten. Maar we hebben gewoon het gemeenschappelijk belang voor ogen. En dat honoreren wij ook in de richting van de opdrachtnemers. Hè? Of een Jelle Bijlsma uit Giekerk, ook zo'n mooi voorbeeld. Die gewoon zelf op eigen houtje heeft gezorgd dat hij de monitoring van zijn totale machinepark helemaal op orde heeft. En van minuut tot minuut kan volgen waar het ingezet wordt, wat voor brandstof erin gaat en wat voor emissies eruit komen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Dus het kan wel. Het is een hele goede voorbeeld. Ook in het MKB. Lieve, reageer jij hier eens op? Want er wordt ook nog in de Q&A een mooie opmerking over Ballasnedum gemaakt. Ballasnedum wil toch gewoon geld verdienen? Ik kan me voorstellen dat rendement op geïnvesteerd vermogen bovenaan staat. Daarna komt klanttevredenheid en dergelijke. En daarna duurzaamheid, toch? Nou, laat ik in ieder geval reageren door te zeggen dat veiligheid op één komt. Maar inderdaad, er moet wel gewoon geld verdiend worden. En de bereidwillendheid om zware voorinvesteringen te doen, die hebben wij echt wel. Want wij moeten ons machinepark continu vernieuwen. Maar daar zit wel gewoon een hele investeringsvraagstuk achter, waarbij het helpt dat opdrachtgevers een stabiele pipeline kunnen aangeven. Het hoeft echt niet op de letter nauwkeurig en per project, maar wel dat er een bepaalde ambitie ligt
die wij kunnen gebruiken om een bepaald marktvolume aan te boren in de komende jaren. En dan ben ik het ook met Edwin eens. Kijk, we moeten gewoon. Hè? Dus het is ook niet echt meer een vraag. Dus kijk, ik vind, misschien moet ik hem omdraaien. Als wij geld willen blijven verdienen, dan zullen we hierin moeten investeren. Ik denk dat dat een markt... Ik wil heel kort even reageren op dat fenomeen geld verdienen. Hè? Kijk, als bij aannemers vraagt iedereen zich... Niemand vraagt zich af in deze wereld hoeveel geld Google verdient, bijvoorbeeld. Hè? Maar zodra het om aannemers gaat, is er ook iets van... ja, die mogen wel geld verdienen, maar geen dik belegde boterham. Hè? En zeker DNR maakt zich van ons meester zodra het gaat om geld verdienen, klaarblijkelijk. Pieter van Oort heeft daar een keer ook iets moois over gezegd. Die heeft duidelijk gemaakt dat hij met een bedrijf van tussen de 1,8 en 2,2 miljard een paar procent rendement maakt. Hij heeft ook aangegeven om juist te investeren, hij moet veel meer geld verdienen om juist te kunnen zorgen dat we onze klimaatdoelstellingen halen. Ja, er moet geld verdiend worden, maar je moet niet onderschatten, ook aan private kant, wat voor kennisintensieve vraagstukken er leven om samen door deze transitie te komen. We hebben het eens becijferd hoeveel de komende 8 jaar je letterlijk moet vervangen om alles emissieloos te maken. Dat zijn bedragen die in de miljarden gaan. Als je het complete wagenpark en alle bouwmachines gaat vervangen. Dus eigenlijk moet het rendement van bouwbedrijven radicaal verdubbelen. Er moet veel meer geld verdiend worden om deze transitie succesvol te kunnen doorlopen. Waardoor op termijn dat seriematige materieel radicaal naar beneden toe kan. En die innovaties hebben we ook nodig, omdat de gemiddelde prijs per dijk ook nog een keer te hoog is. Hè? Dus ik wil dat geld verdienen in perspectief plaatsen. Want klaarblijkelijk heerst het idee dat dat alleen maar voor de zakken van de aandeelhouders is. Terwijl we echt dat rendement keihard nodig hebben. Okay. Ja, ik wil zachtjes aan... je mag nog even op reageren, Dick. Ga je gang, kort. Ja, nog even over de financiële kant van het verhaal. Hè. Er zijn toch verschillende studies die aantonen dat op termijn... de transitie naar emissieloos materieel ook gewoon geld oplevert. Hè? Kostenbesparingen met zich meebrengt. Omdat je dus minder energiekosten hebt. Je onderhoudskosten gaan naar beneden. En dus uiteindelijk is het ook gewoon in het voordeel van de ondernemer. Als je die transitie maakt. In de tussentijd moet je natuurlijk wel even de investering... wel even, tussen aanhalingstekens, de investering doen. Van die machines die nu nog veel duurder zijn dan conventioneel. Maar die wil ik er toch ook wel eventjes naast leggen. Als we dit met z'n allen weten te realiseren, dan heb je uiteindelijk dus gewoon een betere business case. Oké. Okay. Hey, dank jullie wel, alle vier, voor geweldig veel antwoorden en statements en kennisoverdracht. Ik heb een soort dubbel gevoel. Van aan de ene kant ben ik heel trots dat er al zo ontzettend veel gebeurt. En er wordt ongelooflijk veel logica met elkaar gedeeld. De neuzen staan dezelfde kant op. Er komt 500 miljoen vrij om spullen aan te gaan helpen schaffen straks. Dat helpt ook enorm. We hebben ook in ons gesprek, naast het over elektrisch materieel te hebben, hebben we het gehad over slim opdrachtgeverschap, slim ontwerpen, vermijden van grondstromen, dat soort dingen. Daar word ik ook alweer helemaal blij van. Er is een groot nationaal programma waar ik niet zo goed grip op kan krijgen, maar waar Dick nu al 2 keer vrij uitgebreid over verteld heeft. Zijn we er nou eigenlijk gewoon? Is dit nou gewoon, weet je, de industrie moet investeren, leveranciers moeten gewoon die spullenboel gaan verkopen, we hebben een subsidieregeling, we moeten dit gewoon gaan doen en eigenlijk doen we het ook allemaal wel, de achterblijvers, ja, jammer dan. Of moeten we toch nog iets doen? In de chat wordt ook geopperd, hè, wat Dick ook al aangaf, moeten we niet gewoon een soort kalender maken van in 2021 dit, 2022 dat, 2023 dat, et cetera. Kenbaar maken, welke eisen we stellen als we projecten aanbesteden. Ja, je knikt wel zo mooi, Edwin. Ja. Maar erover praten is nog niet hetzelfde als dat ik die kalender ergens kan vinden. Ja, maar dat is die routekaart, Marco. Dat is die routekaart. Nou, oké. Okay. Die komt eind van dit jaar. Ik ben een beetje ongeduldig van aard, dus corrigeer me maar. Maar wat gebeurt er nou heel concreet? Of moeten we nog samen iets organiseren om dit allemaal voor iedereen behapbaar, voor iedereen hanteerbaar, voor alle bedrijven daadwerkelijk dat ze durven en kunnen investeren, voor alle opdrachtgevers dat ze snappen hoe ze een opdracht moeten verstrekken?
wat ze moeten doen, waar ze voorbeelden kunnen krijgen. Hebben we dat nou in de klauw of moeten we daar nog een heleboel voor organiseren? Nee, maar ik wil toch het pleidooi voor het stappenplan, hè? Jij vraagt erom en volgens mij ligt het wel al een beetje op tafel. Maar als ik naar een project toe ga en ik zeg, jullie moeten emissieloos gaan, dan zeggen ze, wie zegt dat ik dat moet? Hè? Een bestuurder kan... Ja. En dan kijk je, ja, maar dat staat in die klimaatwet, 49%. En dan zegt die slimmerik, maar daar staat niet dat ik dat moet doen. Mm-hmm. Dus daar, er zit een heel groot gat tussen de wettelijke doeleinden en die projectmanager die zijn project moet runnen. En wat ik dus wil, graag dat we met z'n allen afspreken, een heel concrete opdracht of een heel concreet stappenplan. Dus dat we de routekaart van Dick gaan vertalen naar wat betekent dat voor een dijkversterkingsproject. Maar wat betekent dat voor als ik een rotonde ga aanleggen, een sluis ga verbouwen, noem maar op. Dat we heel duidelijk voor de grondwatersector een hele concrete opdracht hebben om aan de slag te gaan. Dat is mijn pleidooi. Dus met Dick zijn we nog niet klaar. Dick, die routekaart doorvertalen naar de verschillende sectoren. En ik help je graag om dat voor de dijkversterkingen te doen, hoor. Ja, nou ja, maar daar zijn wij ook voortdurend naar op zoek, Jan, naar aanknopingspunten om het inderdaad concreet te maken voor alle betrokken partijen. Maar kijk, uiteindelijk, die routekaart, het traject is gewoon een emissieloos bouwen. Hè. Ik zei al, dat is een initiatief van INW en EZK en BZK. En dus de woningbouw en ook de energieinstallatieskant. Maar er wordt dus ook heel nadrukkelijk samengewerkt met de andere bestuurslagen, hè, met de provincies, met de gemeenten en ook met de waterschappen. Henk-Jan van Meer zat hier de vorige keer aan tafel en die is vanuit de Unie betrokken bij die gesprekken. Jan, dat er ook vanuit de Unie van Waterschappen nu al dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd over emissieloos werken bij dijkversterkingsprojecten en ander waterschapswerk. Dus de Unie pakt dit volgens mij ook heel nadrukkelijk op. Als uiteindelijk die routekaart tot stand is gekomen, dan komen daar gewoon handtekeningen onder van bewindspersonen en managers van Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf. En daarmee is dat beleid geworden voor ook Rijkswaterstaat, dus ook voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. En dan zijn dus ook die projectmanagers van jou eraan gehouden. De andere kant is dan De aannemerij, hè? Hoe krijgen we die daarin mee? Nou, die proberen we dus aan de kar te binden via initiatieven zoals ENI en de Groene Koers, door die ook te betrekken bij zo'n traject als gewoon emissieloos bouwen. Hè? In sectoroverleggen praten zij ook mee, zitten ze gewoon aan tafel. Dus het is niet zo dat het een navelstaderig feestje van de overheid is. Maar we proberen juist al die stakeholders die we op het netvlies hebben, die we goed in beeld hebben, die proberen we er actief bij te betrekken en ervoor te zorgen dat die ook het eens zijn met de inhoud van die verschillende roadmaps die nu worden ontwikkeld en van het achterliggende beleid. Wat is de timing, Dick? De routekaart is eind van dit jaar klaar. Dan geven we er een klap op. Dat betekent natuurlijk niet dat het dan in beton gegoten is, hè. Want ik verwacht dat er ook een aantal acties in zal staan in de trant van we moeten dit en dat nog verder uitzoeken. Ja, dus dan de concrete mijlpalen op bepaalde onderdelen kunnen we nu nog niet benoemen. Omdat we domweg nog onvoldoende zicht hebben op hoe de technische ontwikkeling zal verlopen. Dus daar hebben we gewoon meer tijd voor nodig. Dus we gaan die routekaart de komende jaren regelmatig actualiseren. Oké, ik zit ondertussen te kijken of we in de Q&A... Nee, ik ga jullie alle vier nog even de gelegenheid geven. Jullie hebben, denk ik, in de Q&A meegekeken. Misschien ook in de Q&A al een aantal antwoorden gegeven. We gaan in de verslaglegging via het platform WOW proberen om de vragen en de antwoorden daarop zo goed mogelijk ter beschikking te stellen.
Vragen die niet beantwoord zijn door jullie, die kunnen misschien op persoonsniveau beantwoord worden. Dat komt ook wel dat komt ook via WOW beschikbaar, dat men contact met jullie kan opnemen. Maar ik wil jullie alle vier eigenlijk de gelegenheid geven om nog even één beantwoorden of nog niet beantwoorde vraag uit de Q&A of één nabrander met ons te delen als slotakkoord van dit gesprek. Edwin. Voor mij doen zal ik het extreem kort houden. De mensen zijn dit ook wel een beetje moe. Nee, kijk, iedereen heeft behoefte aan concrete informatie. Een linkje met waar kan ik welk emissieloos materiaal vinden? Waar komen de aanbestedingen eraan? Nou, Dick, misschien wel leuk om te zeggen, is dat ook via de Piano Buyer Group, waarin veel publieke opdrachtgevers samenwerken, er een soort handleiding ook gemaakt wordt. Dus niet alleen de roadmap, maar ook een handleiding, waar kan ik wat vinden? Nou, daar wordt echt vaart mee gemaakt. Voor de zomer wordt er al een opdracht gegeven om over 3 maanden een soort van handleiding, handboekje. Hoe moet ik emissieloos aanbesteden? Waar kan ik welke informatie vinden? Dus ik vind het leuk om in ieder geval te zeggen dat met alle partijen hier vertegenwoordigd, we dat echt gewoon gaan maken. Piano Buyer Group heeft gezegd, vinden we belangrijk, besteden we ook geld aan. En wij vanuit de Emissieloos Netwerk Infra en de Bouwcampus leveren ook informatie. Dus dat gaat er ook echt aankomen, Marco, waardoor ik echt hoop dat de volgende keer de mensen een goed hulpmiddel hebben waar ze alle info kunnen vinden. Oké, dus, kort na de zomer gaat dat beschikbaar zijn. Voor nu is het, denk ik, Piano, misschien een beetje bij WOW, misschien een beetje bij E&I. Ja. Dus het is her en der verspreid. Ja, ja. Dan gaan we ook proberen om via al die communicatiemedia die informatiebron te ontsluiten. Dat lijkt me dan. Dus ja, beste mensen, een heel klein beetje geduld. Lekker op vakantie en daarna dan moet dat er gewoon liggen. Edwin, we rekenen op je. Lieve. Ik ook al luisterend denk ik dat we met z'n allen moeten, dat het belangrijk is dat we met z'n allen moeten accepteren dat we het allemaal nog niet weten. Nog niet exact weten, maar dat we juist moeten kijken wat voor aanbestedingsvormen en welke gesprekken we moeten voeren in de komende jaren om te zorgen dat we wel stappen blijven maken om uiteindelijk die doelstelling in 2030, misschien al wat eerder de doelstelling van E&I, in 2026 of vanuit onze bedrijfsdoelstellingen misschien nog wel eerder te komen tot een emissieloze bouwplaats. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En heb jij de indruk dat je vanuit E&I voldoende gehoord wordt en inbreng kunt leveren bij het maken van die roadmaps en dergelijke? Ik denk dat we daar de goede stappen in aan het maken zijn. Door een soort beslisboom wil ik het niet noemen, maar wel dat we een aantal punten hebben waar we met opdrachtgevers in gesprek over kunnen om te zorgen dat die aanbestedingen op de juiste wijze worden vormgegeven. Ja, daar nodig ik ook alle opdrachtgevers van harte toe uit. Opdrachtgevers mogen zich bij jou melden om in gesprek te gaan, maar je collega aannemers kunnen zich ook bij jou en bij E&I melden om de vragen, want er zijn ook in de chat daar wel wat vragen over gesteld, ja. Hè, van hoe moet ik nou aandacht besteden aan stikstof, aan emissies in zijn algemeenheid en dergelijke. Melden bij E&I? Denk ik wel. Oké. Dick? Ja, ik pak er niet een concrete vraag uit de Q&A uit, want volgens mij hebben we een heleboel dingen al behandeld. Maar ik wil nog wel even een oproepje doen. Want bij het opstellen van die routekaart, van onze roadmap, hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd en ook op andere manieren informatie ingewonnen. En ik merk dat het voor alle partijen heel lastig is om concreet te worden op het moment dat je vraagt om tussendoelen, om mijlpalen. Ik zou erg geholpen zijn als partijen, en dat kan dus gewoon ook wat mij betreft bilateraal. Hè? Laten we dat dan, als je dat niet aan plein publiek wilt meegeven, dan snap ik dat. Maar neem dan gewoon een keer contact op of stuur een mailtje. Maar ik zou het fijn vinden om van de markt te horen. Wij zouden geholpen zijn als je dit en dat bijvoorbeeld nu al in de contracteisen zou opnemen. Of ga er maar vanuit dat een technische ontwikkeling waar wij aan werken, dat die de komende jaren er zo uitziet. Dus dat je over 1 jaar
op niveau 1 bent en over 2 jaar op niveau 2. En wat is dat niveau dan? Hè? Dus dat soort concrete informatie, daar ben ik echt naar op zoek om die roadmap nog concreter te maken dan we nu al kunnen noteren. Omdat we daarmee, denk ik, de goede aanknopingspunten bieden, ook voor de markt, om zich op te richten. En dan weet de markt tenminste ook van, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dan dat pad eruit in het lange termijn perspectief, waarlangs we die doelen gaan behalen? Dankjewel. Ik denk dat ook past bij wat we in de besprekingen vooraf met WOW aan de orde hebben gesteld. We zouden graag de volgende keer, 3 december hebben we bij elkaar gezeten, dit gesprek heeft nu plaatsgevonden, we zijn een heel stap verder. We zouden graag in het najaar een derde sessie willen organiseren en dan echt de praktijkvoorbeelden naar voren willen halen. En dan bedoel ik de mooie successen waar een fantastische aanbesteding heeft geleid tot een geweldig project. Maar misschien is het nog wel veel interessanter om wat verhalen te verzamelen van goede teksten, slechte teksten. Misschien zijn de mislukkingen wel veel leerzamer dan de successen. Ik ben bang dat het er ook meer zijn. En dat zou wel eens een antwoord op je vraag kunnen geven, Dick. Misschien moeten we daar maar op focussen voor het najaar. En dan kunnen we gelijk die handleiding van Piano erbij betrekken. Dan hebben we in ieder geval weer een agenda waar ik denk dat we heel veel mensen mee blij maken. Jan. Ja, ik heb niet de gelegenheid om alle vragen door te nemen, maar ik pik er wel even eentje uit. Die vind ik wel interessant en die gaat over een pool maken. Ik denk dat de transitie naar missieloos ook de kans biedt om op een andere manier die project te gaan aanpakken. Dus ik zou het mooi vinden als de aannemers niet meer eigen materiaal hebben, maar dat ze een gezamenlijke pool gaan ontwikkelen. En ik geloof dat bij ENI dat al in ontwikkeling is. Maar laten we dat doorzetten. En ik heb daar wel één zorg bij. Ik heb namelijk één zorg over de ontwikkeling. Dat we het beperkte materieel niet slim verdelen over de projecten. Maar dat één project die zegt, wij gaan 100% emissieloos. Al het materiaal naar zich toe trekt. En het andere materiaal wat stikstof of Natuur 2000 heeft. Ja, geen aannemer kan vinden met. Dus laten we ook die beschikbaarheid gaan plannen. En zo'n pool vind ik een mooie start daarvoor. Dankjewel. En die breng ik dan in verbinding ook nog met een vraag die ik had moeten stellen, maar die niet aan de orde is gekomen. We hebben heel veel enthousiasme en energie om vooruit te kijken naar deze ontwikkeling. Maar achter ons ligt ook nog een enorm park aan materieel wat op diesel draait enzovoort. En dat is natuurlijk ook dit nog. De dagelijkse praktijk. Mag ik dat met die ontwikkeling verbinden, Jan? Ja zeker, dat hoort erbij. Ik denk dat we misschien over een paar jaar de discussie hebben niet over de extra kosten vanwege elektrisch materieel, maar de echte kosten vanwege versnelde afschrijving. En ik kan me nu voorstellen dat aannemers, en Leo kan het misschien bevestigen, nu al op hun hoofd moeten krabben. Ik ga een nieuwe kraan aanschaffen. Ja, maar die ga ik toch niet meer met een dieselmotor aanschaffen, want die kan ik nooit meer goed op de markt kwijt in de toekomst. Dus op een gegeven moment komt er een knikpunt dat het oude materieel het probleem wordt en niet het nieuwe materieel. Jij bent de klimaatadviseur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Kunnen mensen zich bij jou melden om met jou in gesprek te gaan en te blijven over deze ontwikkeling? Want het is denk ik wel heel erg jouw focus. Ja zeker. Klimaatadviseur. Hè? Ja, zo. Ja, daar ben ik de hele dag mee bezig. Dus ja, zeker. Mensen kunnen zich bij mij melden. En ik ga graag het gesprek aan om de transitie verder vorm te geven. Nou, ik vind in deze tijden dat de klimaatadviseur ook gewoon het laatste woord moet hebben. Dank jullie wel. Alle bezoekers enorm bedankt voor jullie aanwezigheid bij dit webinar. Ik heb het al gezegd, er komt nog een heleboel. WOW gaat gewoon door met deze reeks. En ik denk dat we de inhoud vandaag eigenlijk wel bepaald hebben. We gaan eens kijken wat we er voor moois van kunnen maken en suggesties, ja, heel graag. Dus reageer vooral op deze sessie, reageer op de verslaglegging die zometeen of binnenkort op de site van WOW staat.
En bij de bouwcampus vermoedelijk. Reageer erop, geef je suggesties, geef je tips. We moeten echt die stap naar de praktijk maken. En daar zijn alle goede en misschien vooral ook wel alle slechte voorbeelden buitengewoon leerzaam bij. En die gaan we tevoorschijn toveren. Het mooie van deze ontwikkelingen, daar hebben we denk ik vandaag een heleboel van geleerd, is dat er op een hoog abstractieniveau in het Haagse beleidscircus over deze onderwerpen gesproken wordt. En dat er ook een serieuze pot met geld vrijgemaakt wordt. En tegelijkertijd dat we op de werkvloer zien dat het volop in gang is gezet. Met alles wat daar nog bij komt kijken aan successen en mindere successen. Maar het is volop in gang. En daar mogen we denk ik met z'n allen verschrikkelijk trots op zijn. Sprekers, erg bedankt. Luisteraars, kijkers, bedankt voor jullie aanwezigheid en maak van dit onderwerp zelf ook iets heel erg moois. Succes en dank jullie wel.